Dit weekend staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Red Bull heeft een geheime test gedaan, maar ook de concurrentie zit niet stil. En verder had Verstappen nog een akkefietje met de circuitbaas van Silverstone. We gaan dit bespreken met Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Erik, ik ben een heel klein beetje hees. Excuses daarvoor. Jij schreef over een geheime test. Wat is daar gebeurd? Ja, van Red Bull uiteraard. Woensdag op Imola, het circuit van Imola in Italië. Wat een beetje opviel was dat er donderdag hier op het circuit in Barcelona ook al wat engineers van Red Bull waren. Die zijn er normaal gesproken bij Europese races nog niet op donderdag. Maar dat kwam natuurlijk omdat ze woensdag op die test aanwezig waren geweest. Dat was met de auto van 2 jaar geleden, met de Verstappen daarin. En als je een auto van minimaal 2 jaar geleden gebruikt, kun je testen. Hè? Want er zijn strenge regels voor. Als je de auto van dit jaar pakt, dan mag je maar 2 keer per jaar 200 kilometer rijden om te testen. Los van de normale testdagen vooraf aan dat seizoen. Maar Red Bull heeft daar natuurlijk een beetje gekeken met de auto van toen en de auto van nu. Om te kijken wat de verschillen zijn. Hè. En ik kan me ook goed voorstellen dat ze dan ook op de curbzones hebben gereden. Hè, wat de laatste weken een beetje een issue is geweest. Maar dat ze ook gewoon op andere fronten naar de auto hebben gekeken. Om te kijken wat ze aan deze auto misschien nog kunnen verbeteren. Maar kun je dan nu nog veel doen? Ja, je kan natuurlijk altijd kijken naar kleine details op richting de auto van volgend jaar, hè, van 2025. En het seizoen is natuurlijk nog best lang. Hè. Dit is race 10 van het jaar hier in Barcelona. Alleen, er zijn natuurlijk nog heel wat races te gaan. Dus je kan altijd nog kijken of je nog ergens kan verbeteren, ook richting de, misschien niet eens de korte termijn, maar de wat langere termijn. Verstappen, die heeft uitgehaald naar de baas van het Silverstone circuit. Hij zegt, ik kan het niet meer uitverkopen als Verstappen zo succesvol blijft. Ja, hij zei als er één dominante team is wat alle races wint, dat natuurlijk vorig jaar het geval was. Nou, aan de andere kant, we hebben dit jaar al meer winnaars gehad van races, 4 dan vorig jaar, toen waren het 3. Ja, dat is een beetje een rare uitspraak, want je gooit natuurlijk wel een beetje olie op het vuur, ook richting die race en met de receptie voor Verstappen misschien van de Engelse fans. En Verstappen zei, ja, het is natuurlijk niet mijn fout als je om de stoeltjes te vullen, want op andere circuits lukt het wel heel makkelijk. En dit jaar zien we juist de laatste tijd hele leuke races in de Formule 1, heel spannend. Het is een beetje een rare uitspraak, nergens nodig. En daarbij komt ook nog Hamilton, zei er ook iets over. De ticketprijzen in Silverstone zijn echt super hoog. Dus dat lijkt me een belangrijke reden. Dat is echt bijna niet meer te betalen voor de normale fan, zeg maar. Dan de druk op Perez. Contract verlengd. En hij moet het nu echt laten zien. Hij heeft er zelf ook wat over gezegd. Ja, kijk. PR-technisch is het voor Red Bull natuurlijk het slechtste wat kon gebeuren. Hè. Ze wilden natuurlijk het contract verlengen, de timing daarvan ook een beetje rust creëren rond het team, richting de toekomst. Maar ja, eigenlijk sinds die contractverlenging, ja, daarvoor, de weken daarvoor ging Perez al niet lekker. En na die contractverlenging bekend is geworden, is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Dus dat komt natuurlijk heel slecht uit. En ze hoopt eigenlijk het tegenovergestelde te bereiken door rust te creëren, dat hij ook wat rustiger werd. En ze zijn ook heel blij dat hij niet meer zo van de daken schudt dat hij kampioen wil worden, wat hij vorig jaar natuurlijk wel heeft gedaan. Maar ja, zeker hier in Barcelona heeft hij wel even een keer een clean, een rustig weekend nodig, waar hij ook wat dichter bij Verstappen zit misschien, maar ook gewoon wat dichter bij de voorste van het veld. Want zijn kwalificaties zijn de laatste weken heel slecht geweest. En dan moet je het op zondag, wordt het natuurlijk een heel hels karwei om naar voren te komen. En dat hij niet alles vertrouwen heeft, dat lijkt me wel duidelijk, ja. Hey, dan het circuit, circuit de Catalunya. Dat is natuurlijk eentje waar vroeger altijd heel veel getest werd. Hoe ligt het erbij? Ja, kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk heel veel inacties gezien, omdat ze die laatste chicane hebben ze uit die laatste sector gehaald. Dus daardoor kregen we een snelle bocht richting het rechte stuk naar bocht 1 toe. Dus vorig jaar was dit volgens mij de race met de meeste inacties met DRS. En we hebben natuurlijk, hier is heel vaak de wintertest geweest, volgend jaar nog niet, waarschijnlijk het jaar daarna wel weer. Ja, het is gewoon een heel vloeiend circuit, hè. Je ziet het ook op het plaatje, hele snelle bocht 3, dan later in de eerste sector, tweede sector weer een paar hele snelle bochten, dan weer een wat technischer, langzamer gedeelte. Maar het is eigenlijk van alles wat en daarom is het ook zo'n populair testcircuit geweest. En daarom zeggen ook coureurs, George Russell zei het gisteren ook nog van, ja, eigenlijk weten we na dit weekend echt waar we staan, want als je op dit circuit een goede auto hebt, als je snel bent, betekent eigenlijk dat je gewoon over het algemeen een goede auto hebt. Dus ik ben heel benieuwd. Mercedes was hier vorig jaar best wel goed. Die waren natuurlijk in Montreal ook sterk. Nou, normaal gesproken moet Red Bull hier ook heel sterk zijn. En McLaren is eigenlijk ook een team dat op alle type circuits goed gaat. Maar ik zou ook niet verbaasd opkijken als Red Bull hier, en zeker Verstappen hier, gewoon de dienst gaat uitmaken zondag. Dan nog even alle tijden, Erik.
Ja, de race start een beetje normale Europese tijden de komende weken. Want we gaan alleen maar in Europa racen voorlopig. 3 uur is de race zondag en zaterdag kwalificatie om 4 uur. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste tijden. Dus voorlopig hoef je niet meer heel vroeg op te staan of lang op te blijven om Formule 1 te kijken. Dat is misschien ook wel lekker. Erik van Haren van Telesport, dankjewel.